Goedendag. Oekraïne staat in brand. De wereld is verbijsterd en bezorgd. Ons medeleven gaat uiteraard vooral uit naar de bevolking van en in Oekraïne. Maar zeker ook naar de mensen die momenteel in ons land en in onze glastuinbouwsector aan het werk zijn. Werknemers uit Oekraïne, maar ook uit Polen en Roemenië. Als buurlanden worden ook zij nadrukkelijk geconfronteerd met deze afschuwelijke oorlog. Onze zorg en waardering gaan uit naar de mensen in de buurlanden die zich liefdevol ontfermen over het lot van de vele vluchtelingen. We delen jullie angst over het lot van bekenden in die delen van Oekraïne die het hardste worden getroffen. De bedrijven in de Nederlandse glastuinbouw proberen u als gewaardeerde werknemers zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Het is belangrijk dat u zorgen en vragen deelt met uw werkgever en met de collega's op het bedrijf waar u werkzaam bent. Indien nodig kunnen zij contact opnemen met de specialisten van Glastuinbouw Nederland. Nogmaals, wij leven met u mee en proberen u zo goed mogelijk door deze rampzalige en trieste periode te helpen. Ik wens u namens de werkgevers in de glastuinbouw heel veel sterkte toe.